heb seks om elkaar warm te houden. Ach, mannen moeten gewoon eens een keer de was doen en niet zeuren. Is dat het? Dat je het vrouwen moet laten doen? Nee. De Climate Comedy Night in een uitverkochte Stadschouwburg lachen om het klimaatprobleem. Waarom ook niet? Het is een initiatief van Stichting Hier Klimaatbureau die op een luchtige wijze zo de aandacht wil vestigen op duurzaamheid en een beter klimaat. Want het klimaat, daarmee gaat het best wel. Duurzaamheid, wat heb jij daarmee? Ja, eigenlijk niet zoveel. Kut. Ja, dat I know. Nou, ik ben al wel een jaar of 10 vlieg ik niet meer. Ook omdat ik vliegangst heb. Maar goed, het is ook CO2 hoor. En wat vindt u van zo'n avond dat we gaan lachen om het klimaatprobleem? Dat vind ik heel vreselijk. Waarom is het zo belangrijk om nu wat aan het klimaat te gaan doen? Nou ja, 30 jaar geleden hadden we wat aan het klimaat moeten doen. Wil jij wat duurzaamheidstips? Ja, dat wil ik. Ja? Want jij knikte mij dit gesprek in. Ja, oké, doe het. Hier, die geeft allemaal tips voor mensen om een makkelijke manier zelf duurzamer te leven. Wacht, de tips zijn nooit in een quizvorm, toch? Of ja, hier wel. Oké, ja, is goed. Doe de quiz. Ik ben er klaar voor. Dit is de... Ik ga jou 5 plaatjes laten zien en dan moet jij raden welke tip er in het plaatje verscholen zit. Dit is een jongen die de was moet doen, maar die heeft het echt tot zijn 30ste door zijn moeder laten doen. Ach, mannen moeten gewoon eens een keer de was doen en niet zeuren. Is dat het? Dat je het vrouwen moet laten doen? Nee. Het heeft te maken met eigenlijk alleen maar met dit dingetje. Oh ja, je moet gewoon altijd kouder wassen. Ja. Echt? De verwarming niet te hoog. Trek gewoon een trui aan. Staat ook leuk vaak. 100 punten. Nou, doe maar wat af, minder. 50 punten. Ja, oké. Terwijl vroeger liet je ook de verwarming wel doorlopen als je een paar dagen weg was. Echt? Ja. Goh, wat klinkt het hard. Echt. Je schrikt daar haast van. 1 graad lager, dan bespaar je al 7% aan je energiekosten. We zien hier een soort stekker in kunstgras. Heel goed, je hebt meegedaan aan de slimste mensen natuurlijk. Ja. Eerst omschrijven, ja, wat zien we? Ja, ja. Groene stroom. Ja. Je kunt het gewoon voor hetzelfde geld, kun je het echt groen doen. En zo makkelijk. Isolatiemateriaal. Wat? Ja. Tijd is bijna om. 3. Ja, oké. Ja, nee, gewoon isoleer shit, zodat het niet zoveel fossiele brandstof kost. Ja, net binnen de tijd. Zie wat je bijvoorbeeld achter je radiatoren kunt plakken, waardoor de warmte natuurlijk ook niet naar buiten gaat. Want je wilt binnen verwarmen, je wilt het niet buiten verwarmen. Nee, het is isolatiemateriaal. Tenminste, dat heb ik ingetypt op Google. Ik heb eigenlijk ook geen verstand van. Kreeg je deze? Ja. Oké. Ik zie naaktheid, dus dan denk ik, heb seks om elkaar warm te houden. Ja, ja, zo van, ja. Nee, het is een ledlamp. Oh. Maar waar kun je dan aan zien dat dit een ledlamp is? Nou, niet, maar ik vond het gewoon een leuk plaatje. Ja, nou, die heb ik dan fout. Maar op zich, mijn tip was helemaal niet zo slecht. Nee. Heb je opgelet wat ik zei? Ja, heb seks om elkaar warm te houden. Ja, het hoeft elkaar niet uitsluiten, kan ik allebei, ja. Wat win ik dan nu? Extra zendtijd in dit filmpje. Nee, maar dat hoeft niet, want ik heb niks meer te vertellen.